Ja, de doelstelling was om het aardgas voor Hans Hogeschool op nul te krijgen in 2025. En ook nog een doorkijkje naar energie-neutraal in 2035. Nou, we hebben, als je het helemaal plat slaat, gewoon een roadmap per gebouw gemaakt. Waarin we gewoon stapsgewijs aangeven hoe we dat doen. En dan blijkt dat het gewoon een hele haalbare business case is. Als je zeg maar op gas nul 1,5 miljoen investeert, dan heb je het ongeveer in 6,5 jaar terugverdiend. We hadden een hoge ambitie met 0% restafval in 2025. Nou, als je dan nu het rapport leest, dan komen we met een aantal preventieve maatregelen. En het veranderen van gewoon alles in één bak naar bronscheiding in 3 afvalstromen. Komen we al op een reductie van 92% restafval. Maar Red Bull blikjes zijn nog een probleem. Ja, de Red Bull werd als naam genoemd. Ik denk dat dat misschien niet helemaal terecht is, maar het gaat erom dat er producten zijn die in blik nog steeds verkocht worden. De opmerking werd gemaakt, nou, Red Bull is zo'n product, dat is alleen maar in blik verkrijgbaar. En om dan meteen even te reageren op het sectordenken of het traditionele denken. Een van de studenten gaf aan dat dat dus helemaal niet zo is, want die was net in Duitsland geweest. En dan verkopen ze Red Bull in plastic flesjes. Dus daarmee eigenlijk is ook meteen het probleem al opgelost. Laten we Red Bull eens vragen of ze andere alternatieven hebben dan blik. En daarmee zou dan dit specifieke probleem opgelost kunnen worden. Dus ook vrij eenvoudig. Maar je wilt ook iets doen aan de plastic flesjes met water? Nou, het is eigenlijk zonde, hè? We hebben in Nederland een hele hoge kwaliteit water. En waarom verkopen we dan water in flesjes? Waarbij die flesjes ook nog eens dezelfde dag nog in de prullenbak verdwijnen. We hebben gezegd, laten we die flesjes verbannen, hè? Niet meer verkopen. En vervangen door bijvoorbeeld doppers, die door de Hans Hogeschool aan eerstejaars studenten uitgedeeld kunnen worden. Is een goed moment om de boodschap groene ambassadeur uit te dragen. En die doppers kunnen hervuld worden op speciale uit de kraan. Maar om er aandacht aan te geven, worden er extra vulpunten in de scholen gezet. Zodat het toegankelijk is, makkelijk in gebruik en dus ook gebruikt gaat worden. Ik hoor het wel, jullie hebben nog jaren werk hier. Absoluut. Maar ook de Hans Hogeschool zelf. Hè. Wij geven advies en we kunnen helpen. Maar ze zullen het uiteindelijk zelf moeten doen.